Met Fosof voorzitter Suraj Sahadeolal spraken wij over een tweetal onderwerpen. De COVID-19 tegemoetkoming naar de bushouders toe, dat wordt nu uitbetaald. 2000 SRD per bushouder, let wel, niet per vergunninghouder of niet per vergunning, maar per bushouder. Daarvoor heeft de regering gekozen om zo uit te betalen. En verder spraken wij met Sahadeolal over hoe het ministerie van de TCT optreedt of het beleid dat ze uitstippelen richting de bushouders toe. Hoe zit het daarmee? U hoort Sahadeolal. De bushouders reeds zijn uitbetaald voor 2 maanden wat betreft de COVID-gelden via de bank. En ja, we zijn de regering dankbaar daarvoor. Ik zie dat u de nadruk legt op de bank. Ja. Dus niet dat ze vanuit de PLO de gelden krijgen ofzo? Ja, helemaal. Dus ons gelden is nu dit keer rechtstreeks vanuit het ministerie naar ons via onze bankrekening op onze rekening gestort. Dus dit keer is dat geld niet op de rekening van de PLO en dat de PLO dan de gelden gaat verder verdelen naar de bushouders toe. Dus dat is niet het geval voor dit keer. En ik denk dat het ook zo gaat blijven. En we stellen dat zeer op prijs dat het ministerie zo'n werkwijze heeft gehandhaafd. Want het is onnodig dat je organisaties gaat belasten met uitbetalingen met gelden die eigenlijk niet naar hun als organisatie, dat ze de bevoegdheid daartoe hebben. Want dat is niet het geval wat een organisatie, een belangenorganisatie, waarmee zich moet gaan bezighouden. Dus de bushouders zijn uitbetaald. Het is wel dit keer zo dat men per bushouders heeft uitbetaald. Het is niet per vergunning. Want de vorige betaling ten tijde van de vorige regering was het zo dat indien je 3 vergunningen had, dan werd je dan 3 maal 4000 SRD uitbetaald. Maar dit keer heeft de huidige regering heeft een methode gehandhaafd waarbij het gewoon per bushouder is gegaan. Al heb je 3 vergunningen, je krijgt gewoon een eenmalige uitkering. En het is terecht, vind ik. Dat vind je wel eerlijk. Ja, het is een eerlijke werkwijze, want het is een COVID-tegemoetkoming. Ja, omdat je niet gewerkt had, je had geen inkomen om je gezinnen te kunnen onderhouden. Dus wat je hebt gekregen, het is, wees tevreden ermee. Kijk, ik had wel een voorstel gedaan dat het bedrag wat meer kon zijn, ook tijdens de vorige regering. Bij de huidige regering had ik het ook aangekaart. Dat het wat hebben ze gehad? 2000 SRD per maand. Dus voor 2 maanden is het dan 4000 SRD. Ik had wat meer voorgesteld, maar oké, ja, de regering heeft gezegd van nee, we gaan gewoon 2000 SRD krijgen per maand. En in vergelijking met iemand die 3 vergunningen heeft, dat je dan 3 maal 4000 krijgt. En iemand die 1 vergunning heeft, dat die krijgt maar 4000 SRD. Het is zo dat het gaat om een gezinsonderhoud. Het is een tegemoetkoming voor het onderhoud van jouw gezin. En het kan niet zo zijn dat ene 3 maal 4000 gaat krijgen en een ander gewoon 1 maal 4000. Heeft dan die andere dan wat meer verplichtingen dan die anderen. Dus het is een COVID tegemoetkoming. En vele bezorgers ze worden boos op mij wanneer ik zeg van ja, 3 maal 4000 en dan 1 maal 4000. Het is dat ik eigenlijk oprecht ben dat het een eenmalige uitkering moet zijn, dat het gewoon per bezorger moet zijn. Dus zij vinden van, ja, ik moet zeggen van dat het gewoon 3 vergunningen, dan wordt het dan per vergunning uitbetaald. Nee, het is geen eerlijke werkwijze. We moeten als bushouder ook eerlijk zijn naar de gemeenschap en naar de samenleving toe. Er zijn andere mensen die ook thuis waren en geen inkomen hadden. En ze hebben niets gehad. En wij hebben nog wat gehad. Dus we moeten tevreden zijn en we moeten eerlijk zijn. En ik had ook de vorige regering ook geadviseerd om gewoon per bushouder te gaan uitbetalen. Waardoor je nog geld had kunnen overhouden. En dat je dan met dat geld wat je had kunnen overhouden, dat je dan misschien wat meer per bushouder zou kunnen uitbetalen. Dus dat was mijn gedachtegang hoor. En het is dat zo dat tot gisteren bushouders, en tot vandaag ook, bushouders hebben mij gebeld. En niet een ieder heeft hun COVID-geld ontvangen. En er was een probleem, ja. En mensen zeggen van, ja, wat moeten we doen, waar moeten wij terecht gaan? Want dat geld wordt rechtstreeks van het ministerie gestort op de rekening van de bushouders.
En ik heb toen gezegd van oké, maar de PLO die is belast geweest met die uitbetalingen en zij hebben die bankrekeningnummers ingediend bij het ministerie. En toen is er mij gezegd door bushouders, niet één, een aantal, dat wanneer er gebeld wordt naar de leden van die PLO, dat ze zeggen van dat zij niks meer gaan kunnen doen. Ze moeten gewoon naar het ministerie gaan. Want ze zeggen van ja, jullie willen dat geld toch via het bankrekening, dus nu moeten jullie bekijken en jullie moeten naar het ministerie gaan. En kort daarna heb ik dan een bericht geplaatst op mijn Facebookpagina dat wij een oproeping doen naar die bushouders toe, degene die hun geld nog niet ontvangen hebben, dat wij dan hun zelf gaan registreren en dat wij dan zelf voor die bushouders bij het ministerie gaan aankloppen. En ja, binnen een paar uurtjes heeft dan de bestuursleden van de PLO toen een WhatsApp bericht rondgestuurd dat zij nu een oproep ook doen naar bushouders toe die hun geld nog niet ontvangen hebben, dat ze dan zich via die bestuursleden kunnen aanmelden. En dat heeft mijn wenkbrauwen doen fronsen, want het lijkt, ik heb een soort van vermoeden, het leek alsof dat men bewust aantal bushouders hun zaken misschien niet correct hebben ingediend bij het ministerie, zodat er wat ontevredenheid kan gaan ontstaan. Om alleen te wijzen dat de uitbetaling via het ministerie stagnerend en frustrerend en stressend kan zijn. En dat bushouders dan kunnen eisen dat de betaling via de PLO moet plaatsvinden. Ja, maar daarvoor zijn wij toch als organisatie. We moeten al deze geruis en al deze werkwijze van een organisatie gaan wij dan ontnuchteren en we gaan het kenbaar maken en delen met de gemeenschap dat dit geen goede werkwijze is van jou als organisatie. Indien je een belangenorganisatie bent en mensen naar jou toe bellen, dan moet je oprecht toch opstellen en het belang van die bushouders proberen te dienen. Omdat je nu niet betaald wordt en geen geld meer kan maken op die bushouders, dan ga je die bushouders dan duwen en zeggen van jij mag bekijken wat je maar kan doen. En dat is de rol van de PLO en men moet nu inzien wie deze mensen nu zijn, omdat ze geen geld meer kunnen verdienen, toch? Maar ze hebben het gevaar gezien van wanneer Vosaf een oproep heeft gedaan, dat Vosaf misschien daardoor sterker uit de bus kan komen, ja, en het belang van de bus zodat we daarmee wat sterker gaan kunnen vertegenwoordigen. Men heeft dan toen dat heel ding veranderd en opeens was de PLO wel bereid om degenen die hun geld nog niet ontvangen hebben, wel een luisterend oor ervoor te hebben. Het doet me goed. Jullie waren ermee belast en indien die bushouders problemen hebben, moeten jullie daarvoor nu opkomen. Ja, dus bushouders hebben mij gebeld en ik heb ze verwezen naar de BLO toe van kijk, ze hebben die oproep nu gedaan, ze zijn nu open, want ervoor waren ze niet open en daarom had ik toen een oproep gedaan. Dus bushouders moeten gerust zijn en ze moeten dan die mensen contacten, degene die hun geld nog niet ontvangen hebben en het komt zeker goed dat je je geld ook gaat kunnen ontvangen. En indien je geen geld hebt gehad, maak contact met ons als bestuur. Ja, wij staan open ervoor. Dus dat is wat ik mede wilde delen ten aanzien van het COVID-uitbetaling naar bushouders. We hebben nog restanten die we nog moeten ontvangen. En ook een restant uitbetaling van die brandstofcompensatie tot 20 maart. En ik hoop dat de regering wat spoedig ook deels van die gelden ook voor ons zou kunnen overmaken. Dat die bushouders ook een beetje blij kan zijn. Want straks is er ook jaarwisseling en mensen hebben ook hun kosten. En het was niet een geweldig jaar geweest voor die bushouders dat ze hebben kunnen verdienen. Dus het oude geld wat we nog moeten ontvangen, indien wat werk van gemaakt kan worden vanuit het ministerie, vanuit de regering ook, dan zouden wij als bushouders zeker op prijs stellen. Hoe is het, want na bij deze regering, heer Sahadeolal, is er in feite weer nieuw leven ingeblazen in het ministerie van TCT. Voorheen hadden we alleen maar transport als directoraat, maar nu hebben we het ministerie. Hoe is TCT nu naar bijvoorbeeld de bussector toe? Eerlijk meneer Gerins, zaken lopen nog niet geweldig. Ja, ik heb gesprekken gehad met de minister en er is nu een directeur daar al benoemd. En zaken als het gaat om busvervanging, zaken wanneer het gaat om vergunningoverdracht, die controle van illegale bussen, controle van buitentrajectbussen en ook bijvoorbeeld wanneer het gaat om het chauffeursproblematiek. Ja. Dus wat betreft zaken die te maken heeft met kwaliteitsverbetering van ons openbaar vervoer, het gaat nog niet hoe het moet zijn. En wij hebben dit. Dus u merkt wel een stukje willingness vanuit het ministerie, vanuit de minister, dat hij wel oor heeft voor de problemen.
Dus ja, daarop zou ik nog komen. Dus ik heb erover gesproken en hij heeft me gezegd van kijk, we zijn er pas en we hebben nog heel veel dingen moeten aantreffen van de vorige regering. En dat geef ik ook mee, want de vorige regering heeft gewoon een puinhoop gemaakt. Want er zijn busvervangingen die al een jaar stukken liggen daarbij op het ministerie en het wordt maar nog steeds dat men het niet kan kunnen verlengen. Vergunningoverdracht, die is al 10 jaar dat het nog nooit meer heeft plaatsgevonden. Dus het is een puinhoop wat men heeft van de vorige regering overgenomen. En het is nog pas 4 maanden. En de minister heeft gezegd dat hij wel open ervoor staat. Dus en laatst heeft hij ook in de DNA ook kenbaar gemaakt hoeveel particuliere vergunningen wij landelijk hebben, hoeveel bushouders er zijn, hoeveel recente nieuwe vergunningen straks vlak voor en na de verkiezingen zijn uitgegeven. Hij heeft die cijfers kenbaar gemaakt. En ik stel het zeer op prijs dat hij dat transparant heeft gedaan. Ja, want die vorige regering heeft dat nooit willen doen. Toch? En hij zegt het ook dat het een druk is op het ministerie, want we hebben overtollige bussen, overtollige vergunningen en dat is niet meer nodig. Dus ik verwacht een concreet beleid wat uiteindelijk ernaartoe zal leiden dat wij het kwaliteitsverbetering qua dienstverlening en qua administratieve zaken, organisatorische zaken, vanuit het ministerie naar die bushouders, dat we al deze zaken moeten verbeteren. Want de bushouders zijn een deel van de samenleving en een busvervanging die moet binnen 3 werkdagen in orde gemaakt worden. Een vergunningoverdracht binnen 3 werkdagen, toch? En die controle moeten wij wat meer gaan opvoeren. En de illegaliteit, die moet ook middels wetgeving aangepakt worden. En dit zijn de hoognodige zaken. He. En dan gaan wij dan gefaseerd, geleidelijk, dan gaan wij werken aan die inkomensverbetering en het vernieuwen van die bussenpark. En zo, dan kunnen wij geleidelijk ook gaan werken voor die aanloop van die passagiers. Ja, want die kwaliteitsverbetering gaat uiteindelijk ernaartoe leiden dat mensen geneigd gaan zijn om diensten van openbaar vervoer gebruik te willen maken. Maar wat moeten wij daarvoor in place brengen? We hebben last van overtollig file in Groot Paramaribo en omgeving. Hoe gaan wij dat oplossen? Dat is een grote vraagteken en het een groot maatschappelijk probleem waarmee de nieuwe minister geconfronteerd gaat worden vanuit ons kant als bushouders, want wij zijn actief op de vervoersmarkt. Wij zijn bezig met binnen de voertuigenindustrie van Suriname. En voertuigenindustriebeleid van Suriname moeten wij alles goed gaan uitstippelen, zodat we weten waarmee we bezig zijn.